Als jij die kleur dan doe ik de zakken erbij aan. Ik ga de fiets even in de speeltuin parkeren tegen de hekken aan, niet tegen de huizen. En dan is er aanmelden en gratis koffie. Goedemorgen, we gaan vandaag de Harmbaas Mountainbike tocht doen. Nou, wat zal er vandaag allemaal gebeuren? Zijn je goed voorbereid? Ja. Hoeveel kilometer gaan jullie doen? 30. Beetje cafeïne erin. En dan rijden. En dan rijden. Hoeveel kilometer? We doen de 75. En dat wordt wel opgenomen, hè? Zo, goedemorgen. Wat is dit dan? Goedemorgen. Ja, op één wiel dit keer. En waarom dat? Ja, meer uitdaging, iets moeilijker. Mm-hmm. Is het leuker dan de gewone ATB, MTB-fiets? Vinden wij wel, ja. Hoeveel kilometer kun je het uithouden hierop? Zoveel je wilt. Ja. Ja. Ja? Maar vandaag gaan we voor de 30 maar. Begint het nu al? Ja, het is nog niet begonnen. Het is nog niet begonnen. Het eindigt misschien ook al wel. Het eindigt misschien hier ook al wel, ja. Want? Nou ja, zeg het maar. Er gaat niet voor niks leeg. Ja, nu gebeurt er wat. Enig idee wat je onderweg tegenkomt? Nulzand. Nulzand, ja. Dat denk ik ook, ja. Dan moet je hem even draaien, zoen. Of zat het goed in? Kijk, knalt hij er ook in. Dat is goed, hoor. We gaan de camping af. Natuurlijk gaan we de camping af. Dan gaan we door het Sterrenbos. Dan gaan we naar Hellinga toe. Bij Hellinga moeten ze over de zandbulten heen, dus dat wordt al direct al een pittige in het begin. Super dames! Daarna gaan ze naar onze oude boerderij, de oude boerderij van Harmbaas. Daar gaan ze bij Elting is dat nu, die gaan tussen de kuilbulten door gaan we rijden. Dus ter nagedachten is, nou, dat zal die vast mooi hadden gevonden. Daarna gaan we door naar Eesveen. Dan gaan we door de Eese heen naar de Woldberg toe. Is het een beetje route of? Ja, mooi route. Moet het mooiste nog komen? Ja, nou, weet ik niet. Ik vind het tot nu toe ook wel mooi. Ja. Wat is leuk dan? Bospaadjes, maar vind ik altijd wel mooi. Ah, en een beetje die gekke dingen, hè? Bij een boer over het erf en over de zandbult bij Hellinga. Dus nee, joh, hartstikke leuk. Okay, mooi. Mooi bedacht, super. En vanaf de Woldberg gaat de 30 kilometer weer terug. Daarna gaan we naar Jan Krediet, gaat de 50 en de 70 en de 75 kilometer, die gaan naar Jan Krediet.
begint het nu al? Ja, het is nog niet begonnen. Het is nog niet begonnen. Het eindigt misschien ook al wel. Het eindigt misschien hier ook al wel. Handjes geplakt hoor. Hey. Mooi zo. Van Jan Krediet gaan die door de loodsen heen naar Veld, naar het autobedrijf. Daar gaan ze over auto's heen, karren heen, ik weet het allemaal niet. Hey. Dan gaat over de tankbaan gaan ze naar Havelte, naar Oer. Daar is een rustpunt en een splitsing van de 50 gaat dan weer terug naar de camping. En de 75 gaat nog over Appelscha, over de tocht van de mountainbike route. Lukt het een beetje? Ja. Ja? Gaat goed? Ja. Niet te moeilijk? Nee. En ze hebben dat ook wel goed te doen. Ja? Bijna last van mulle zand gehad. Dus. Dat komt nog. Hè? De zon zien. Zijn jullie de laatste nee toch? Nee hoor. Nee hè? Nee. Kan niet. Hoe gaat ie? Goed. Hartstikke goed. Leuke onderdelen onderweg. Top. Super. Geweldig. Heel leuk. Hartstikke geweldig. Leuk. Ja. Ja, het is een grote lol partij. Ja. Geen spierpijn of niks? Of, Nee. Wel honger. Ja, hij heeft geen tijd voor jou. Succes. Ja, bedankt. Hoi. En dan komen ze hier weer heen en dan, als ze hier op de camping zijn, mogen ze nog even over het water fietsen. Ze krijgen een borrel van pa. Proost! Dat is dodelijk. Ja, bijna wel. Of wie is het? Oh, lekker koud hoor. Proost hè. Hier is het ervoor. Nee, oh nee. Stoppen! Ja, alsjeblieft. Snel. Proost hè. Proost. Proost. 73 hoor. Hoe was het? Ja, leuk. Leuke tacht. Ja?
Zeker, ja. Nog een rondje? Nee, dat hoeft maar niet. Ik moet nog rijden. Tweede ronde! En daarna moeten ze nog even in de voortuin bij ons over een achtbaan heen. Nou, en dan zijn ze er. Ze worden wel uitgedaagd. Ze worden echt wel uitgedaagd. Die jongens, Johan en Sjoerd, die maken het steeds mooier en steeds moeilijker.